Zo beste sportvrienden, ik ben nu te gast bij een absolute topkolonie als het gaat over fond en zware fond. De kolonie, je hebt het al gezien, mensen die iedereen ondertussen kent en tot ver buiten de landgrenzen bekend is. Die topkolonie der weduwen Albert, Luc en Dirk uit Zinghem. En dit jaar is natuurlijk voor hun een absoluut topjaar geweest met het winnen van de eerste nationale asduif grote fond KBDB 2010. Ik heb deze duif hier in de hand. Wat voor een eer om de beste grote fondduif van België en meteen ook de eerste Europese asduif grote fond 2010 in de hand te mogen hebben. We weten het allemaal, maar ik herhaal het graag, heel graag, een der beste fondhokken van België en Europa aller tijden. Der weduwen Luc en Dirk uit Zinghem. En als we dan even teruggaan naar de oude stam, wat zien we daar? We beginnen dan eigenlijk begin de jaren 60 reeds, sportvrienden. Toen ging Albert der weduwen het beste van het beste halen bij niemand minder dan wijlen Gérard Van Hee. Gérard en Michel Van Hee uit Wervik. En jaarlijks ging hij terug om daar telkens rechtstreekse kinderen uit alleen maar de beste kwekers van die wereldkolonie Van Hee te bemachtigen. Op een bepaald moment beschikte hij over maar liefst 30 rechtstreekse Van Hee-duiven op zijn kweekhok en enkel en alleen uit de allerbeste kwekers. En die oude stam, die oude Van Hee-stam, die is nog steeds rijkelijk vertegenwoordigd in alle kampioenduiven die we hier vandaag ten huize der weduwen in Zinghem terugvinden. En het zijn er een serie, sportvrienden. Nadien werd de stam nog versterkt met het beste kweekmateriaal van Emile de Nijs, het beste van Daniel Arends, Robert Dobbelaar, Marc Paulin, André Vaarnewijk en ook een tikkeltje Nederlands fondbloed ondertussen met successen uit die lijn van de donkere Barcelona van Haren via de First Prize Winners in Nederland. En het hok der weduwen Albert, Luc en Dirk uit Zinghem is er een met vele hoogtepunten. Als we een uniek palmares op fond en zware fond willen zien, dan zijn we hier bij der weduwen aan het juiste adres, sportvrienden. Ik som even op. 4 keer eerste nationaal. Eerste en tweede nationaal Cahors tegen 7528 duiven. Toen was het feest hier ten huize der weduwen. De duivenwereld stond op zijn kop. Eerste en tweede nationaal Cahors. Eerste nationaal Souliac tegen 8327 duiven. Eerste nationaal Po 2268 duiven. En eerste nationaal Montauban tegen 4403 duiven. 2 keer eerste interprovinciaal tegen veel duivensportvrienden, Vierzon en Argenton. Tegen 7056 en 4104 duiven. En dan komt het. Tweede nationaal Cahors, tweede nationaal Tarbes. Derde nationaal Montauban, vierde nationaal Narbonne. Vijfde nationaal Cahors, vijfde nationaal Béziers. Zevende nationaal Argenton, zevende nationaal Bordeaux. Zevende nationaal Tulle. Achtste en negende nationaal La Souterraine. Negende nationaal Argenton. En negende nationaal Souliac. Wel geteld 18 keer in de top 10 nationaal. Inclusief 4 nationale overwinningen. Met andere woorden, een tikkeltje meer geluk. Dat is duivensport. En we spraken hier vandaag over 18 nationale overwinningen, sportvrienden. Dat mag gezegd worden. En als we alle top 25 en top 100 plaatsen, nationaal en internationaal, moeten opsommen, dan zijn we een uurtje zoet. Vandaar dat we ze in bijlage bij dit filmpje vermelden. Een indrukwekkende lijst, sportvrienden.
die maar heel weinigen in Europa kunnen voorleggen. We mogen stellen dat het hok der weduwen, Albert, Luc en Dirk, behoort tot. Sommige insiders zeggen bij de 10 beste. Anderen klasseren dit hok bij de 5 beste fondhokken van Europa.